Sweep, sweep. Goedemiddag allemaal, daar ben ik weer. Zelda Play 20 terug met een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker. Ik heb even snel op de kaart laten zien waar dat we zijn. Op de kaart, op de wereldkaart, op de... Ja, hele gebeuren. Er is namelijk... wij hebben hier een... een ijskoud eilandje. Zoals ik jullie al zei in de vorige aflevering. Dat we dus zeg maar een heel heet eiland hadden. En nou hebben we hier een cool eiland. Oké, sorry, ik kom nu later. Maar bij dit eiland, hier willen wij dus zeg maar een vuurpijl opschieten. Hier willen wij een vuurpijl opschieten. Dus, zonder enig oponthoud, moet ik heel even kijken waar de source vandaan komt. Volgens mij is hij daar. Dus, poef. En dan zorg ik ervoor dat de sneeuwstorm zeg maar weg is. Wat we hier moeten doen, is we moeten hier zo snel mogelijk, weer binnen 5 minuten, net zoals bij de vorige keer. Moeten we dus zeg maar het belangrijke kistje zien te vinden. Vergeet niet, dit is glad, dus je kunt hier makkelijk uitglijden. Hou er rekening mee, kijk er vooruit, want niemand houdt van de glijpartij. Hier zit een kistje. Dat kistje dat kunnen we ongeacht of niks smelten en openmaken. Dit is niet het kistje wat we nodig hebben, zeg ik er alvast eventjes bij. Maar het is wel een handig kistje, want het is namelijk een treasure chart! Yay! Onderaan staat natuurlijk informatie over welke treasure chart dat dit is. Yada, yada, yada. Ik ga heel eventjes snel even voor mezelf even kijken. Het is treasure chart 36. Oké. Dus editen, dan weet je nou vast dat erin editen. Treasure chart 36. En gaat helemaal goed komen. Nou, zoals je dus ziet, we hebben weer minder dan 5 minuten om zo snel mogelijk hier naar boven toe te klimmen. En dan moeten we zo snel mogelijk daar naar binnen toe om de item van deze kist, zeg maar, om hier te krijgen. Deze vind ik persoonlijk ietsje lastiger. Niet te veel. Ietsje. Niet echt. Veel, maar echt een ietsje. Moeilijker dan de vulkaan die we hebben gehad. Aangezien dat je hier een beetje ijsplatforming moet doen. En als je dus niet goed uitkijkt, dan kun je ook nog eens een keer op je mel gaan. En dat willen we natuurlijk niet. Ja, jullie wel, want dat is natuurlijk lachen. Want haha, Zelda Play 20 die faalt, dat vinden we leuk. Maar je wil gewoon hier heel voorzichtig, rustig aan, je tijd nemen om hier naartoe te gaan. En dan hier een beetje te platformen. Dat is eigenlijk praktisch hier wat je wilt doen. Ik wil niet vallen, want dat kost tijd. En tijd, dat is nogal best wel noodzakelijk hier. Dus, thank you. Dan kunnen we hier eindelijk naar binnen toe. Nou, op het moment dat je binnen bent en je hebt nog meer dan 3 minuten, dan hoef je al geen zorgen meer te maken over tijd. Dus, tijd zat, zullen we dan maar zeggen. Het is het klokje dat thuis tikt. Tikt heel erg anders hier, weet ik veel. Goed. Een beetje parcours volgen. Dat is het enige wat we eigenlijk hier zouden kunnen doen. Ik hoor een... Ah nee, geen Zubat. Als ik me niet vergis, hier zit altijd een... Ik krijg echt veel mail binnen de laatste tijd, zeg. Zo. Hier zitten gratis veetjes, mocht je ze nodig hebben. We hebben een veetje al, zeg maar, in de vorige aflevering te pakken gehad. Dus echt, een veetje hebben we nou op dit moment niet nodig. Net zoals bij de vorige, er zijn hier keys. Dus wil je ze afmaken? Ga je gang. Want als ze hier van de baan afduwen, dan kost dat alleen maar tijd. En daar hebben we geen zin in. En ik dacht eventjes daar voor een seconde dat ik zou vallen. Nou, met weer 2,5 minuut ruim op de klok, kunnen we hier ons kistje openen. Intussen doe ik heel erg stiekem snel even kijken. Oh, er wordt hier gevraagd wat mijn echte naam is. Mijn echte naam is Stefan. Leuk dat je kijkt. Dat was van... ik heb de comment al weggedrukt. Sorry daarvoor. Ik ken niet alle comments natuurlijk hard op voorlezen. Maar mijn echte naam is Stefan. Dan weet je dat ook weer gelijk. Dus, met PH. Niet met een F, met PH. Ik ben zo'n special Stefan gebeuren. Omdat, 7 letters is makkelijker als 6 letters. Weet ik veel. Anders. Maar ja, dat is dus mijn eigen naam. In ieder geval, in tegenstelling tot de vulkaan, heeft deze een secretruimte die ik jullie zeker eventjes wil laten zien. Omdat het gewoon leuk is om dat te laten zien. De secretruimte zoals jullie hier zien, hebben dus een paar... Nee, die hoef je nou niet aan te zetten. Hebben dus een paar vijanden voor ons. Zoals hier heb je dus een paar moblins. Net zoals de voorgaande keren kun je hun items... Hier. Geef me een skull necklace, ik maak je af. En dan praten we helemaal nergens. Oké? Even goede vrienden. Even goede vrienden. Dus nou sterf. Geef mij nu magie. Hier, hoor dat! Nou zeg. En het grappige is, het is nog steeds de opnamesessie die ik volg op dit moment op een woensdag. Dus
Er is nog niks geüpload. Mensen die hebben alleen nog maar een Facebook-update gekregen dat we vandaag toch weer gaan opnemen en alles. Maar voor de rest hebben ze niet echt iets gekregen waarvan ze zeggen van goh, tot ze weten dat ik al een dat ik al vanaf woensdag eigenlijk weer bezig ben met uploaden. En ik kreeg toch best wel veel mail ondertussen tegen. Of binnen. Niet tegen, binnen. Tegen. Bleh. Oké, nou, deze potten die wil je ook zeker openmaken. Volgens mij zit er altijd heel erg veel rubies in. Ik heb niks gezegd. Ik dacht dat daar iets op zijn minst 20 rubies of zo in zou zitten. Oké, nou. Ik vind het wel grappig hoe je eigenlijk het leven redt van een moblin. En hun dank is dus zeg maar om jou zo snel mogelijk proberen te vermoorden. Wat zijn moblins toch vriendelijke wezens? Maar niet heus. Oké, kan ik heel even magie krijgen? Volgens mij was dat... Oh ja, geef nog niet eens een cirkel. Flame, pijl, ontdood, ijs. Waarom ook niet? Kijk, hier kreeg je tenminste... Had je niet gewoon net één gele kunnen geven? Dat werkt net zo goed. Oké. Nou, joypendants hebben we helemaal niet meer nodig. Sterf. Ik had ook wel mijn spinaanval kunnen doen, maar daar heb ik geen zin in. Blijf liggen. Want je stinkt uit je muur. En we krijgen een joypendant. What the freaking do? Niet te vergelijken met Scooby-Doo. Nou, dan krijg je dus zeg maar een treasure chest voor. Ik wou bijna zeggen treasure chart, maar dat is niet zo. Want door dit te doen krijg je nog eens een keer een gratis 100 rubies. Het is het niet echt waard, maar ik wil dat toch wel laten zien. En waarom dat het hier sneeuwt, snap ik eigenlijk ook niet. Want het is koud en het is een grot. En in een grot zal ik niet echt snel verwachten tot het daar regent of sneeuwt. Dus de sneeuw is waarschijnlijk gewoon niet van extra physics of zo. Wat ik jullie ook nog heel eventjes wil laten zien, doordat de tijdslimiet weg is... Is eigenlijk best wel grappig. Dit is de enigste plek, zover ik uit mijn hoofd weet. Dat ziet er interessant uit daar in de verte. Zou ik het al op kunnen blazen? Het ziet eruit alsof dit je erop kunt blazen. Maar goed, dit is de enigste plek, zover ik weet, waar je dus zeg maar onderuit kan gaan. Als je dus zeg maar net snel de tegenovergestelde kant op loopt. Nou, het is niet echt iets heel erg speciaals en het kost niet echt zoveel tijd. Maar ik dacht gewoon zelf persoonlijk dat het heel erg leuk was om dat te laten zien. Hier hebben we dan nog 10 rubies. Ik ga toch heel eventjes een bom proberen te verspelen aan dat ene ding wat we dus daar net zagen. Moet ik eventjes heel erg snel mijn boot even vinden. Dat is boot. Maar goed, nadat we dus de iron boots hebben, nou zouden we dus zeg maar richting die dungeons kunnen gaan. Maar ik wil een beetje de sidequests en deze dungeons een beetje samen hebben. Dus die dungeons duurt nog heel eventjes voordat we daar naartoe gaan. Nou, eventjes mijn bommen selecteren, heel erg makkelijk. En volgens mij was dat dit eilandje hier dat we dat rare... patroon erop had. Ik ga het gewoon proberen. Boom! Nee, het is niet te breken. Goed. Ik ga heel eventjes naar mijn map section, want ik wil jullie heel eventjes nou iets laten zien wat we nou gaan doen. Zo, Zelda player, wat gaan we nou doen dan? Zoals jullie nu zien op de kaart, is er boven heel erg weinig geëxplored en onder heb ik alleen maar de kaart ingevuld. Er zijn, ik weet niet hoeveel eilanden met secrets, pieces of hearts, treasure charts, noem het maar op, die we nog kunnen onderzoeken. Ik wil nog eventjes wachten met windval. Dus wat ik als eerste ga doen is ik ga eerst naar het hoekje noord... Ja, in het noordoosten. Dus echt schuin hiervan. En ik zie jullie... Nou, trouwens, ik kan jullie daar net zo makkelijk gelijk mee naartoe nemen. Dat is net zo makkelijk. En zo wil ik toch alvast even wat eilanden uit weg hebben. Tot we toch alvast het een en ander klaar hebben qua eilanden. Want tot nu toe hebben we eigenlijk het meeste alleen maar gedaan qua storyline. En een heel klein beetje sidequests. Terwijl dat de sidequests best wel belangrijk zijn. En ik zie dat we post hebben. Maar die post die loopt nu weg. Dus eerst heel eventjes richting het... Hoppakee, je zeltje gebruiken. En andere kant op. Andere kant op. We moeten naar het noordoosten. Dankjewel. En ondertussen dat ik jullie meeneem naar het noordoosten. De vakjes die nog niet ingekleurd zijn op mijn map. Dat gebruik ik altijd als een guidance. Om dus zeg maar te kijken... hoe dat... Ja... Om te kijken of we al iets op dat eiland hebben kunnen doen. Of we heel dat eiland al compleet hebben of niet. Doei! Is een coole outro. Nou, dankjewel Tom Manic. Dankjewel voor dat te sturen. Dat vind ik heel erg aardig. Ja, als ik nou een reactie binnenkrijg, ik ga het gewoon proberen voor te lezen. Maakt het alleen maar een beetje leuker. Denk ik zo. Hoop ik zo. Goed. Ondertussen pak ik ook even gelijk mijn beet weer tevoorschijn. Yeah, jullie zien wat ik doe op het touchscherm. Ja, ik ben de touchscherm best wel gewend nou. En dit is een van de eilanden die ga ik nog niet invunken. We kunnen hier nog niks doen. Daar hebben we een item voor nodig en dat item hebben we nog niet. Dus we negeren dat vakje eventjes. Dus dan gaan we gelijk door naar het vakje ten westen daar.
Dat is het eerste vakje waar we dan maar naartoe gaan, want anders ken ik hier niks. Ik moet heel eventjes mijn map er even bij pakken, want er zijn natuurlijk ook nog Secret Octo's. Jullie kijken nou heel eventjes naar een pauzeschermpje, want ik wist niet dat we al zo snel hier zouden komen. Dus dan pak ik heel eventjes mijn Secret Map erbij die mij laat zien of we dicht bij een Octorok of een Submarine zitten. Dus dan kan ik gelijk heel eventjes hier stiekem kijken. Oké, ik zie hier dat hier wel een vakje is. Hier zit een Octorok, dus dat komt heel erg leuk uit. Dan hebben we toch nog het een en ander leuk qua exploren wat we kunnen doen. Nou, om jullie heel eventjes ook een idee te geven waar dat we precies op de kaart zitten. Eens heel even kijken. Is het hier al toevallig dichtbij? Nee. Het is wel een handige plek om golden feathers hier eventjes te farmen, zo te zien. Ik moet heel eventjes de smet. Nee! Nee! Screw dit! Sheesh. Ik schrik gewoon pijltjes schieten hoor. Er zit hier wel iets heel... Ah, daar hebben we onze smerfish. Er zit hier namelijk wel iets heel erg belangrijks wat ik jullie wil laten zien. Dus daarom is het heel erg belangrijk om hier eventjes ook langs te komen. Er wordt ontiegelijk veel op ons geschoten op dit moment, maar dat maakt niet uit. Hallo meneer de smerfish. Dan krijgen jullie gelijk eventjes te zien waar dat wij staan. Want er zit hier namelijk een hele sterk Octorok. En deze Octorok, dat is geen grapje. Deze Octorok is behoorlijk sterk. Een C-Octorok kunnen we namelijk vinden als we dus ergens in de buurt... daar zijn we op dit moment trouwens. Op dit eiland is niks te doen. Dit is een van de eilanden van... Meh, staat er, geweldig. Dus niet echt veel te doen. Er zit wel een... er kan hier wel een spookschip in de buurt komen op de zoveel tijd. Maar ja, dat is eigenlijk het enige. Maar wat ik jullie dus wil laten zien is die Octorok. Dus wat we moeten doen is we moeten heel goed uitkijken of we ergens een zwerm vogeltjes zien. Dus ik knip heel eventjes naar voren en... Oh, dat hoeft nog niet eens, want ik zie de zwermvogeltjes al. Hier hebben we onze zwermvogeltjes. Zorg ervoor dat je je bommen geselecteerd hebt. Hallo? Dan zeil ik er rechtop af. Daar zijn we. En daar komt onze Octorok tevoorschijn. Goed, deze heeft 12 ogen. Wat je wil doen, is elk oog raken met een bom. Je kunt de boemerang proberen, maar dat gaat alleen extreem lang kosten. En de kans dat je dan overleeft is heel erg klein. Je hebt 3 rondjes om hem heen, dus vuur gewoon zoveel mogelijk bommen af als dat je kan. Oké, kom op. Kom op. Bommen genoeg. Je kunt op zich wel makkelijk hier mikken en... HD-versie is het makkelijker te mikken met bommen, omdat hier kun je dus precies zien waar dat je op mikt eigenlijk. Geen ook nou? Deze die zijn altijd zo lekker lastig te raken. Oké, we hebben er nou 1 rondje omheen gedaan. Ik spam hier altijd mijn bommen. Je pijl en boog werken ook, maar ik vind bommen gewoon veel leuker. Ik vind het veel leuker om dat beest gewoon helemaal naar de sodomieten te blazen. Kom op, raak de oog. Heb ik hem? Nee. Die tentakel zat weer in de weg. Dan heb ik nog maar 1 kans om de oog daar te raken. Oh boy. Oké, nou hem hebben we ook geraakt. Blauw is geraakt. Blauw hoeven we dus ons dan niet meer druk over te maken. Nou, mag ik nog 1 keer die gele eventjes zien daar? Want hij heeft nog 1 geel oog. En die zit daar in de hoekje. En dat oog dat staat me gewoon uit te lachen. Hou ik niet van. Sterf. Daar. Dramatisch einde voor een grote octo. Vergeet niet, het is niet de eerste grote octo die we zien. De eerste die we hebben gezien, dat was degene die ons extra magie gaf. Dus zeker handig om dat te weten. Maar deze is zeker ook heel erg fijn om te doen. Als je deze namelijk doet... Stop hier maar. Ja, nee, gebruik hem. Oh, nog iets naar voren. Ja, gebruik. Als je deze Octorok namelijk verslaat... krijg je Piece of Heart! Yay! Nou, we hoeven nog maar 1 Piece of Heart te halen en dan zijn we dus goed bezig.
Nou, dan gaan we gelijk maar weer één vakje verder naar het westen toe en kijken wat we op dat eiland kunnen vinden. Dit is eigenlijk praktisch een beetje zo hoe dat ik de eilanden eigenlijk aanvink van, nou, die hebben we gehad, die hebben we nog niet gehad, noem maar op. Volgende vakje is onbekend terrein. Dus ik spiek heel even op mijn map. En er zit hier een submarine. Waarschijnlijk vinden we eerder dit submarine als dat eiland, want hier hebben we die submarine. Ik weet niet of we deze submarine al gehad hebben. Interessant. Nou, weet je wat, we gaan eerst even een kijkje nemen in deze submarine en we zien wel wat het ons brengt. Hallo submarine. Oh, heel veel Dallens. Nee, kistje zit er nog in. Nellen. Oh. Eén zo'n beest, dat was alles. Oh, en nou krijgen we een hele lading van die rotbeesten. Het zou leuk zijn als ik hier nou die hurricane spin zou kunnen doen. Maar je hebt helaas niet genoeg tijd om het op te vullen. Vanwege al die rotbeesten. En je komt hier, ik weet niet hoeveel Dylans tegen. Dit is vervelend. Wow, oké, dat was een mooie combo. Die beesten blijven dus zeg maar, verschijnen. En je wil ze dus zeg maar verslaan zolang dat die dingen zeg maar tot die, al die lampjes zijn gevuld. Wow. Ik combo hier. Dit lijkt gewoon op Hyrule Warriors hier op dit moment. Alleen jammer genoeg dat ik hier geen speciale aanval heb. Voor de mensen die het willen weten. Ik ben van plan om Hyrule Warriors te halen. Maar ik weet nog niet precies of ik er wel een video van zou komen maken of zo, want dom het er allemaal op. Maar ja, sowieso, ik heb een YouTube-regel dat ik altijd zeg maar video's upload pas nadat de release date is geweest. Dus daar hebben we eindelijk dat laddertje. Maar met de Wii U wil ik wel iets anders speciaal gaan doen met de 3DS-versie. Dus, maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Dus misschien een livestream. Laat het weten in de reacties. Maar goed... En we krijgen dus een treasure chart. En ik heb geen flauw idee welke treasure chart dat het is. Dus in de onderste balk staat natuurlijk alle informatie ervan. Volgens mij was dit best wel een boeiende treasure chart. Ik ga heel eventjes snel kijken. Dit is treasure chart nummer... 9. Oké, nummer 9. Dus dan weet ik het ook weer met het editen. Vergeet niet, ik heb de tijdlijn heb ik voor me op... Laat ik het zo zeggen, ik zie de tijdlijn heel goed voor me op het moment dat ik dus aan het editen ben. Dus ook al zeg ik nadat de kaart welke treasure chart, dan scroll ik gewoon een beetje terug. Is edit magie, laten we het daar maar ophouden. Goed, nou, we hebben dus deze submarine nou ook gehad. Alleen nou is het ook heel erg belangrijk om hier heel eventjes langs het eiland van, deze square te gaan. En ik zie hier toevallig onze Smurfish. Dus dan kunnen we gelijk kijken of er iets te doen is op dit eiland. Hey, Smurfish. Woep. Smee. Nou, eens even kijken. Nou hebben we gelijk dus het vakje waar dat we zeg maar zijn. Het vakje daarnaast kunnen we dus gelijk heel erg makkelijk skippen. Maar het vakje daarnaast weet ik... die kunnen we ook skippen. Want het is een fairy eiland waar we onze ruby upgrade hebben gehad. Dus er zijn al twee eilanden die we weer kunnen skippen. Wat heel erg makkelijk is. Best be careful, want de nice move for... Ach, zeur toch niet man, hier kan ook de ghost ship komen. Heel erg leuk, heel erg spectaculair. Ja, ga dan maar weg. Nou zag ik net daar een enorme beacon zeg maar uit de zee schieten. En dat wil zeggen dat hier ook weer een secret to everybody zit. Dus... Even heel wachten. Ga ik heel even kijken welke treasure chart dat bij de maan zitten. Even kijken. Eeny, meeny, miny, mo, catch the tiger. Bij... Ah, hier. Treasure chart 11 is dit. En... Oh, we hebben... Hey, rustig aan jullie, hè. Dus ga ik met mijn boomerang beginnen. Maar ik weet dat een deukje tegen mijn boot zoveel pijn deed. Dat is toch niet aardig? Dat is niet aardig. En dit brengt ons naar een Piece of Heart, want dit is Treasure Chart 11. En Treasure Chart 11, dat was de reward, een Piece of Heart. En nu hebben we dus een Piece of Heart, waardoor we weer full health hebben. Oh, en dit is ook heel erg leuk. Ook al ben je omringd door haaien, spring gewoon je boot uit. Wat maakt jou het uit? Spring gewoon je boot uit, kom gewoon gezellig hier. En pak het de Treasure Chart. Hallo. Hoi. Blue Choo Choo's.
Geef me Blue Choo Choo Jelly. Blue Choo Choo Jelly? Sorry voor een Blue Potion. Je hebt er 10 van nodig. Blue Choo Choo's zijn heel erg rare. Niet echt de moeite om alles zeg maar zo op te vinden. Nou, in ieder geval, hier hebben we dus ook weer een treasure chest. En ik weet niet precies meer uit het hoofd wat hierin zit. Een nieuwe treasure chart. Joepie! Zoveel editwerk in deze aflevering. Dit is om precies te zijn. Treasure chart nummer 10. Treasure chart nummer 10 brengt ons bij Tingle Island. Maar daar komen we vandaag wel weer een keer langs. Voor de rest is hier niks meer te vinden. Dus in de volgende aflevering wil ik dichtbij het eiland gaan bij de Verzekerde Fortress. En aangezien dat we de outro of de intro niet hebben gehad met de Pictobot, wil ik jullie natuurlijk wel de outro geven netjes met dit ding. Want dan vinden jullie leuk. Yay! Ik ben ook elke keer zo blij als ik jullie zo zie. Ja, dan kan ik een beetje interactief met jullie meedoen. Dus gezellig. Soms ben ik echt wel sneu. Maar goed, ik dank jullie natuurlijk voor het kijken naar deze aflevering. Heb je een leukste momentje, laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Dit was ZeldaBlade 20 en ik hoop jullie natuurlijk allemaal weer te zien maandag. Hopelijk als ik niet ziek word. Ik weet niet, elke maandag gebeurt er wel iets waardoor dat er weer een opname gecanceld wordt ofzo. En daar ben je niet vrolijk van. Dus laten we maar hopen dat deze maandag eindelijk een keer een nieuwe aflevering van de Windweker in HD komt. Yay, moest dat gewoon even zo zeggen. Dus ik hoop jullie dan allemaal te zien. Morgen gaan we natuurlijk weer verder met Minecraft, zoals altijd. En ik hoop jullie dan natuurlijk allemaal weer te zien. Boink. Dus tot dan. Doei! Yeah!